Lieve dames en heren, Henny. Ik moet me eerst vooral schuldigen, want ik kan me heel goed voorstellen dat u na dit schitterend optreden het liefst meteen naar de bar gaat in plaats van een a cappella van de burgemeester. Maar we gaan het toch even doen. Een paar minuten. Beste Henny, wij kennen elkaar helemaal niet persoonlijk, maar toch heb ik met heel veel andere mensen, denk ik, wel het gevoel dat ik jou persoonlijk ken. Want jouw muziek maakt voor heel veel mensen een heel belangrijk deel uit van hun leven. Ik zeg even nadrukkelijk dat ik hier ook sta, want ik ga je er niet mee vermoeien, ik kom van een andere planeet, maar we hadden begrotingsbesprekingen, zie je. Daar zou jij best eens een liedje over kunnen maken. Maar ik zit naast Kajsa Ollengren, wethouder Economische Zaken en Cultuur. En daar heb ik dit ook mee voorbereid. En zij, ik denk dat ze ongeveer 8 was, maar ze was een waanzinnige fan. En ze heeft mij ik was ook een fan. En ik wil even zeggen, ik heb jou gezien. Ben, sorry. Oh, het is de eerste keer dat ik de bocht uitvlieg vanavond. Sorry. Ik heb je bij de Festival of Fools gezien. En een keer in het Vondelpark. En ik heb het nog eventjes gegoogeld. Dat moet juni 1981 geweest zijn. En daar heb ik een bijzondere herinnering aan. Het was een te gek optreden. Ik weet nog dat het ontzettend warm weer was. Misschien herinner jij dat ook nog. En het was echt zo. En vrienden, dames en heren, u bent er misschien ook bij geweest, maar Doe Maar was echt een hele ontzettend populaire band en een hele coole band. Volgens mij had jij toen een haarband, kan dat? Nou, die had ik dus bij het voetballen, maar hij had hem de hele dag. En wat ik me nog herinner van het concert, dan wil ik toch zeggen, jullie waren heel cool. En er waren, ik was al 26, dat was wel een beetje oud. Gelukkig was jij nog ouder. Maar er is toch iets heel geks gebeurd wat me altijd is bijgebleven en waar ik bijna dagelijks aan terugdenk. Dit ga je niet geloven, maar het is echt waar. Want ik zat daar met mijn toenmalige vriend dus mee te duinen. En jullie leren ook goed dansen op jullie muziek. En op een gegeven moment denk ik, verdomme, ze hebben allemaal hun bakkenbaarden afgeschoren. Dus het was de overgang voor mij van de jaren 70 naar de jaren 80, was jullie concert. En ineens dacht ik, ik ben zo obsoleet als maar kan. Hier staan alle jonge mensen cool te wezen met jullie. Dus nou ja, ik ben naar huis geweest en heb gedaan wat ik al lang had moeten doen. En vaak als ik voor de spiegel sta, ochtends, dan denk ik aan dat concert van jullie. Henny, jullie muziek heeft ontzettend veel indruk op iedereen altijd gemaakt, ook op mij. Heldere teksten, gezonde dosis cynisme, het ging over liefde, maatschappij. En zelden klonk dat zo goed als op jullie platen. Toen nog platen. Meerdere generaties zijn daarmee opgegroeid. Ik begrijp dat jij in een of andere interview een keer gezegd hebt om te vragen waarom je stopte. Ja, wij werden steeds ouder, maar onze fans werden steeds jonger. Wat ik een vrij mooie uitspraak vind. En de combinaties van jullie muziekstijlen, de ska en alternatief, jouw baspartijen, dat was gewoon fantastisch. De burgemeester heeft een kabinet en er zit iemand in en die speelt basgitaar. En die zei, ja, die is voor mij, dus vanavond. En hij vertelde mij dat jij een voorbeeld voor bent geweest. Dan heb ik hem wel gevraagd hoe oud hij is. Hij is 33, dus ik heb eerlijk gezegd nog nooit basgitaar spelende kinderen van 2 jaar gezien. Maar hij is heel oprecht en je bent dus ook nog later gewoon een voorbeeld geweest voor mensen. Na die onstuimige periode ben jij solo gegaan, heb je allemaal geweldige dingen gedaan, film, theater, we weten De Prooi, Pietje Bel, De Ontdekking van de Hemel, Sesamstraat, Sonny Boy en Blokhuis. En een indrukwekkend oeuvre heb jij opgebouwd. Ja, dat is echt waar. Je hebt ook allerlei dingen gedaan, nog daarnaast maatschappelijk, voor kinderpostzegels en weet ik wat allemaal niet. Ja, dat is heel belangrijk, lieve dames en heren. Jij bent net als deze burgemeester, dat is onvergeeflijk. Wij zijn niet in Amsterdam geboren, maar Amsterdam is ook een mentaliteit en je bent het geworden. Je woont hier al sinds de jaren 80. Je hebt je kinderen in Amsterdam op laten groeien. Sander hebben we gezien. Dat is natuurlijk ook fantastisch om met je zoon op te treden. Dat lijkt me echt super.
componeert in je eigen huis, je schaaft daar, zoals je zegt, als een vakman aan je werk. Je had al vele prijzen, je hebt één keer de prijs van het Festival Noorderslag gekregen na 35 jaar van heel je oeuvre. En toen heb jij gezegd, Henny, dat moet dan wel een verdomd overwogen beslissing zijn die je heeft. Nou, Henny, ja, dat was het, maar... En toch is het alles nee, want het college van Amsterdam kan sneller beslissingen nemen. En die zijn nog steeds wel overwogen. En wij hebben een beslissing genomen. Wij waren het erover eens. Een echte Amsterdammer verdient een echte Amsterdamse onderscheiding. En ik heb iets bij me. Dit is, dames en heren, dit is Andreas Penning van Met de Drie Kruisen. Hij is ooit aangevraagd door een enorme fan van jou. Die is hier, maar die wou anoniem blijven. Ik zeg haar even dank, want je hebt gedaan wat wij allemaal hadden willen doen. Dus dat heb je heel goed gedaan. De Andreas Penning, dames en heren, is voor Amsterdammers die een grote prestatie hebben verricht. Bijvoorbeeld op cultureel gebied. En hier staat iemand naast me die meer dan grote prestatie heeft verricht. Ik heb een doosje, Henny. Het is voor mij een ontzettende eer om namens Amsterdam, dat is een voorrecht dat de burgemeester heeft, je vanavond de Andreas Penning te mogen aanvragen. Der dichters Roland Holst ooit zei: moe gehuldigd tot een muis kwam hij uitgeput weer thuis.